speelde in Warns viert dit jaar haar 10-jarig jubileum. Het theater Annex Dorpshuis in Warns is gevestigd in de voormalige gereformeerde kerk. In de studio aanwezig Lies Schut. Mevrouw Schut, allereerst goeiedag. Ik dacht altijd dat de Spielde veel ouder was dan 10 jaar. Ja, daar heeft hij helemaal een punt. Het gebouw is heel erg oud. Het is een oude gereformeerde kerk, zoals u zei, uit eind 19e eeuw. Ja. En dat gebouw is een jaar of 13, 14 geleden aangekocht door een aantal hele enthousiaste vrijwilligers die iets wilden hebben voor het dorp. Inderdaad, een dorpshuis, maar ook iets van een theater of een concertzaal. Ja. 10 jaar bestaan, dat vraagt om een feestje. Klopt. Ik neem elkaar dat jullie iets gaan organiseren. Ja, er zijn allerlei activiteiten dit jaar georganiseerd. We hebben aan de ene kant het culturele programma, zoals we het altijd hebben. Ja. Maar daar zijn een aantal dingen omheen. Een heel bijzonder item, de Spielde spreekt, dat is nog een beetje geheim. Wat houdt dat in, ondanks dat het geheim is? Nou, een aantal zaterdagen zal er vanuit de Spielde, zal de Spielde klinken, niet preken, maar spreken. Ja. En meer ga ik nu even niet verraden. Ook niet, want we hebben al namen op internet gelezen bijvoorbeeld. De naam van de burgemeester van Zuid-Zwitserland. Oké, en er is natuurlijk een heel mooi feestje aan het begin, het weekend van 14, 15 en 16 september. Ja. Dat wordt het grote evenement met de burgemeester, H.J. Apotheker, die zaterdag komt. Ja. En een cultureel programma op zaterdag en zondag. Een grote boekenmarkt. De jongeren van Warns die op vrijdagavond een feestje gaan vieren. Ja. Het koor, net Seure Masjonge, gaat optreden. Nou, van allerlei bijzondere dingen in en rond de Spielde. Ja. Hoe is het mogelijk dat zo'n klein dorpje als Warns, en dat bedoel ik echt met alle respect hoor, het niet alleen zo lang volhoudt met iets als de Spielde, maar dat er waarschijnlijk ook nog veel meer in zit. Is het zo'n cultureel dorp? Ja, kennelijk is het een cultureel dorp. Er zijn veel mensen die van cultuur houden. Ja. En we hebben ook een functie in de regio. Als wij kijken naar ons culturele programma, dan komen mensen ook uit Sneek of uit Lemmer of zelfs Amsterdam. Omdat het theatertje is zo mooi. De Spielde is zo prachtig. Het is zo sfeervol. En die sfeer is bijzonder. Maar ook omdat het gerund wordt door vrijwilligers. Dat maakt het ook heel bijzonder. Die een soort hart hebben voor de Spielde. Ja. Dat is leuk om daar dan te zijn. Als ik u nu een blanco check zou geven, hier ter plaatse. En ik zou u laten invullen, niet zozeer het bedrag, maar vooral wat of wie u dolgraag naar de Spielde zou willen halen. Wie staat er bovenaan op het wensenlijstje? Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Ja. Want we hebben al zoveel prachtige grote namen gehad die kwamen en die gaan komen. Geert Mak bijvoorbeeld komt dit jaar. Nou, toch geen kleintje. Hij heeft een hele drukke agenda omdat hij net een nieuwe roman uit heeft. Mm-hmm. Maar hij zegt, de Spielde, daar kan ik niet omheen. Ja. Dus maar ik vraag het nogmaals. Ik wil toch een naam horen? Of een groep? Of... Oh. Nou, daar zou ik eigenlijk iets langer over moeten nadenken, U stipte net een interessant punt aan, vond ik. Het wordt gerund door vrijwilligers die hard voor de zaak hebben. Dat is vooral het laatste wil ik benadrukken, want ik vroeg me af, hoe is het mogelijk dat in een tijd waarin bijvoorbeeld in Sneek een nieuw theater komt, waarin in de omliggende dorpen van Warns veel te doen is rondom cultuur, dat jullie toch relatief makkelijk overeind lijken te blijven? Sterker nog, jullie zijn min of meer in begrip aan het worden. Nou, het is heel fijn dat u dat zegt. Hoe het komt? Nou, het komt doordat, wat ik zei, heel veel mensen heel erg veel hart voor de zaak hebben. Maar ook omdat ze als culturele commissie een ander programma bieden dan de andere theaters. Ja. En omdat, denk ik, we een soort groep van mensen om ons heen hebben verzameld die het heel erg leuk vinden om te komen. Ja. En het is een soort beleving. En als je naar Sneek gaat, is het een groot theater. En dan ben je één van de velen. Maar als je bij ons komt in de Spielde, dan ben je een van ons. Ik denk dat dat het verschil is. Plus dat we hele mooie mensen, artiesten krijgen. Muzici, theatermakers. Ja, niet heel onbelangrijk natuurlijk. Ook niet onbelangrijk. Maar daarnaast is het ook een dorpshuis. Hè? Dat is ook heel belangrijk. Precies, zouden we bijna overslaan nog. Ja. Ja. Nog even terug naar het jubileum, naar het feest. Als er mensen zijn, en die zijn er, en die willen meer informatie weten over de festiviteiten, waar kunnen ze die vinden? Nou, we hebben een prachtige nieuwe website. Die zal eigenlijk officieel onthuld worden door de burgemeester. Mm-hmm. Maar daar kunnen mensen al naar kijken. Er staat alle informatie op met filmpjes, met foto's, met wat de geschiedenis is van de Spielde. Je kan doorklikken. Het is het beste medium, denk ik, om te zien wat er allemaal te doen is dit mooie jubileumjaar.
Oké. Mevrouw Schut, mag ik u zeer hartelijk danken. Heel veel succes gewenst trouwens met de festiviteiten binnenkort. Hartelijk dank. En uiteraard ook met de verdere toekomst van de Spielde. Laten we dat niet vergeten. En ik hoop u te zien in de Spielde. Nou, we gaan ons best doen. Oké. Voor de vierde maal in successie wordt begin september een sub-Elfstedentocht georganiseerd. Sub staat voor stand-up paddling. Met andere woorden, staand roeien op bijvoorbeeld een surfplank.